Ongelooflijk, hè? Hier loop je dus echt. Kijk, het is daar gestopt bij de bank. Pues es como cuando pierdes a una persona muy cercana. He visto muchísimo dolor. Nou, dan gaan we dus. Ah, wel. Welkom op de maan. Nou, dit is de ochtendboot naar La Palma. Het eiland werd in september getroffen door de meest langdurige vulkaanuitbarsting die ze daar ooit sinds mensenheugenis althans meemaakten. We waren daar toen al in september, dat was toen de tweede week, waren toen die asregels waar we voortdurend mee te maken hebben. Nu keren we terug naar La Palma om te zien hoe groot de schade is en natuurlijk vooral hoe het gaat met de mensen. De Cumbre Vieja, het beest, de vulkaan, maanden oktober, november ontstonden vanuit boven dus, vanaf de Cumbre Vieja, echt rivieren van lava die naar beneden toe liepen. 1600 gebouwen, huizen, scholen, kerken werden verzwolgen in die rivieren van lava die uiteindelijk in de zee terechtkwamen. Uiteindelijk moesten ook zo'n 7000 mensen worden geëvacueerd uit dit hele gebied hiervoor. Nou, je ziet daar dus heel goed de vulkaan liggen. Het dal waar de lava naar beneden kwam. Het is bijna als journalist onmogelijk om in de buurt van dit gebied te komen. Alleen af en toe organiseert het eilandbestuur een soort perstrips naar het rampgebied toe. Dat is voor ons in ieder geval de kans om tot heel dicht bij het lava te komen. Heel dicht bij de ramp en iets meer te zien van de werkelijke omvang ter plekke. Ongelooflijk, hè? Hier loop je dus echt. Kijk, het is daar gestopt bij de bank. Die muur van lava. En hoe hoog is dit? Ja, je kan het een beetje nu inschatten doordat hier mensen voor staan. 3 meter hoog, 4 meter hoog ligt het lava. Het duurt nog maanden voordat het hier echt helemaal is afgekoeld. Je bent een jaar verder voordat je er misschien weer een simpel huisje op zou kunnen zetten, zeggen experts. Maar dan moet de laag lava zeker niet te dik zijn. Voor landbouw ben je 3 tot 4 decennia later, dus over 30, 40 jaar kan je er pas weer wat mee. Hoop tumult, heren, is het uur dat de honden worden uitgelaten. De man die je daarachter ziet is Cesar Bravo, dierenarts hier in Los Llanos. Verloor zelf ook zijn huis in de eerste lavastroom die naar beneden kwam. En besloot daarna één ding te gaan doen, dieren redden. Pues es como cuando pierdes a una persona muy cercana, ¿vale? De duelo, no puedes hablar, la tristeza te invade continuamente, sin futuro, no sabemos qué va a ser de nuestra vida. Pues los animales que estábamos encontrados estaban muy asustados y les costó adaptarse a un sitio nuevo, pero con el tiempo hemos conseguido que sientan el sitio donde están alojados como su casa. ¿Cuántas veces has estado aquí? Pues aquí solamente cuando me han hecho entrevistas, el menor tiempo. ¿Pero con el volcán? Lo que estoy es allí, ahí, en la parte dentro del volcán, ahí donde estoy. Uh-huh. Alfonso is de fotograaf, je kan zeggen van de foto die aan het begin van de uitbarsting werd gemaakt. Toen het nog erop leek dat huizen zich gered konden worden in de lavastromen. Een foto van een klein huisje omringd door stromen lava. Goed, het huis zou de tweede dag toch ook nog uiteindelijk overstroomd worden. Maar even was er die hoop dat huizen nog gered konden worden. Later kwam men tot inzicht dat het toch anders was. Mira, ahora estoy contigo en una entrevista. Y me estás haciendo recordar mi historia. Entonces, lo odio. Pero sí, porque he visto muchísimo dolor. Llamado dolor del cual no está preparado nadie. Nou, dit zijn dus de dorpen in het noorden van het eiland waar we nu terecht zijn gekomen. Hier zitten 400 mensen van de totaal 7000 die geëvacueerd zijn. Un cementerio donde tú ibas a poner tus flores a tu... Mi padre está allí. Ya no lo tengo. Está tapado ya por lava. Está tapado. ¿La fosa? Sí. En el cementerio de las Manchas. Antes ibas y le ponías flores. ¿Dónde vas ahora? ¿Hace mucho miedo? Mucho. Y justo en esos días que se podía llevar a mi casa y no, que sí, que no, mucho. Hij moet je dus voorstellen, het Spaanse leger dacht vorig jaar een proef te gaan houden voor het geval er hier op het eiland een vulkaan zou ontploffen. Ging niet door vanwege corona, maar toen ontplofte dus in september echt een vulkaan, de Cumbre Vieja. Moet je kijken, het ligt hier dus tot op de trap, het as van de vulkaan. De vulkaan ontplofte en meteen had het leger hier de test, de proef, ja, in de praktijk. El tiempo justo nosotros, bueno, contra el volcán no se puede luchar, pero sí se puede luchar contra sus efectos, o sea, de ayudar a la gente a recoger sus enseres, que la verdad que, bueno, cuando uno está en una situación de esta se da cuenta de que valora mucho cosas que a lo mejor en tiempos normales no se le valora. Por ejemplo, uno se lleva la fotografía de sus padres, de que han fallecido. Wow. Nou, daar gaan we dus. Ah, wel. Welkom op de maan. Je ziet daarachter nog wat huizen staan, wat daken van huizen, omringd helemaal door de lava. Nou, we weten inmiddels dat in die gevallen de verzekeraar zegt, helaas, uw huis is nog intact. Hij kan er niet meer komen, maar we betalen niets. Inmiddels weten we wel iets meer over aantallen. 2500 eilanders zijn voor altijd hun woning, hun zaak, hun bezit voor altijd kwijt.